Ja, nou, ik ken wel een gevalletje wat vorig jaar plaatsgevonden heeft hier op school. Waarbij een leerling op het toilet zat en daardoor medeleerlingen, door, ja, als een soort van pesterijtje, gefilmd is boven de deur uit. En wat verspreid is. Dit soort gevallen worden hard aangepakt door school. Maar het Copernicus College doet er ook veel aan om de leerlingen te waarschuwen voor de gevaren van het maken en verspreiden van seksuele films en foto's. Daar krijg je veel last van. Ja. En daar leren ze natuurlijk ook tegelijkertijd. Als eenmaal iets op het internet staat, dan blijft het daar. Is het moeilijk om het weg te halen. Het staat misschien in de ene database en daar is het makkelijk te verwijderen. Maar het wordt gedeeld en het komt in andere databases terecht. En ja, je haalt het eigenlijk niet meer weg. Dus je kunt daar tot heel ver in je leven nog weer mee geconfronteerd worden. Je zet heel gauw iets op internet dat je er niet bij nadenkt. En dan denk je, ja shit, dat had ik niet moeten doen. En dan is het eigenlijk al te laat. Ik heb geleerd dat je vooral niet foto's en video's dus naar mensen moet sturen. En helemaal als je ze niet kent. En wat voor jou, bijvoorbeeld van je geslachtsdelen of zo foto's sturen, dat doe je gewoon niet. Is het dan belangrijk dat de school daarvoor waarschuwt? Ja, ik denk het wel. Vooral tegenwoordig zie je steeds meer, vooral meisjes, die erg intieme dingen op het internet zetten. En ik denk dat er wel voor gewaarschuwd moet worden.